Een hele goede middag. Of goede avond eigenlijk, misschien al. Ik zet even de televisie uit. Nog de vijandelijk kastje. Ja, een hele goede middag. En ineens een heel raar begin van deze vlog. Ik had vanochtend niet de vlog geopend, omdat ik eigenlijk vandaag een dagje een keer niet wou vloggen. Goedenavond, heer. Meer verdienen hadden dat we een stoplijn bleek te lopen. Dus moesten we vanochtend boven een hele rijke avond. Dat heeft wel het resulteerd in een enorm lekkere open ruimte. Zit maar weer. Afzakkant, je kunt uit. Oh, ik stond me kapot. Ineens ging de televisie ineens weer keihard aan. Zo, nu is hij wel uit. Nou, ik schrok me ineens kapot, want wat was dat? Maar goed, ik ben net in de jacuzzi geweest. Eigenlijk heb ik de rest van de dag niet echt heel veel gedaan. Maar mijn vader, die heeft wel al de hele middag en een gedeelte van de ochtend. Eigenlijk is hij wel sowieso al de hele middag bezig. Met klussen. Ik zal even laten zien. Ik ga even naar buiten toe. Want hier buiten is mijn vader al de hele middag aan het klussen. Hij heeft iets geverfd. Dit heeft hij grijs geverfd. Hier staat ook nog een plank. Dat volgens mij ook grijs geverfd is. En hij gaat dat doen. Heeft dat gedaan. Ik kan misschien dadelijk wel een foto laten zien. Op deze muur komt dadelijk, die ik je nu laat zien, dit hier komt dus hier. Oh ja, dit moet eerst wit geven. Dit gaat hier, hij eerst wit verven. Dan komt dat uiteindelijk. Een paar paletten. Ja. Je ziet het wel op de foto. Nou ja, dan komt dat uiteindelijk grof dus zo ongeveer hoe het dus op de foto jullie dus op de foto die jullie dus nu krijgen te zien. Dus ja, veel beter dan dit hier. Zo, ondertussen heb ik mijn baard alweer even geschoren, want dat was best wel nodig. Gisteren of eergisteren waren we terug en toen had ik ook mijn baard geschoren. Maar ja, door de alle warmte dat hier best wel is, groeit mijn baard best wel vrij snel. Dus ja, het was best wel veel weer. Dus ik moest weer even gaan scheren, dat heb ik dus ook weer gedaan. Dus ja. Zo, ondertussen is het alweer bijna, is al 10 voor 11. Ik ben al een tijd op mijn slaapkamer. Maar voor de rest heb ik eigenlijk niet echt heel veel gevlogd en gefilmd. Maar dus bij deze sluit ik dan ook maar weer deze vlog eraf. Dus ik zou zeggen, vond je het een superleuke vlog? Vergeet zeker niet te abonneren en de video te liken. En dan zal ik zeggen, tot morgen bij weer. Of tot morgen of anders tot de volgende keer.